Welkom bij SVZ 2 TV. Vandaag de wedstrijd SVZ 2 Nunspeet en een oude bekende op het veld, Nick de Graaf. Prachtige roze schoenen en dat ter gelegenheid van zijn pasgeboren dochter, Saar. SVZ 2 op de derde wedstrijd van deze bekercompetitie. De eerste wedstrijd heeft u gezien, Dize West met prachtige cijfers gewonnen. En Luktor Etemayengel werd ook met ruime cijfers gewonnen. Degene die de afstand nam, Ruud ter Heide, is daar dus eigenlijk weer de man van de wedstrijden. Elke keer flink wat aantal doelpunten tegen Luktor, ook al 4. SVZW hier gelijk maar eens even in de aanval. Prima mogelijkheid. Maar dan kan Nunspeet uitbreken. Nunspeet met een snelle man op de zijkant. Maar Michiel Achterhoek heeft deze bal makkelijk te pakken. Hier weer Nunspeet in de aanval. Ja, die zijn op zoek naar het doelpunt, want ja, die moeten eigenlijk winnen om door te kunnen bekeren in de districtsbeker. Jordi Holtkamp kan dan de bal uitverdedigen. Maar haalt Michael Wensing niet. En dan is hier een Nunspeet met prachtige mogelijkheid. En dan keeper Achterhoek nog een keer en nog een keer. Och jongens, wat is deze man toch lenig. Hier nog één keer in de herhaling. Tikt hem over de lat. Nee, tegen de lat aan. Komt dan een rebound en die pakt hij dan met de hak. Nog een keer uit het doel. Ja, prachtige redding. Ik heb sublieme reddingen gezien van Michiel Achterhoek. Maar deze sloeg wel werkelijk alles. Aan Jordi Holtkamp. Die paast daarop. Ter Avis schiet aan en het is weer de lat. Zo staat de stand op 1-1. Met een latje trappen natuurlijk. Spannende wedstrijd. Dan hier kan Nunspeet, maar dan is het buitenspel. Goede mogelijkheid voor SVZ 2. Dan een vrije trap van Nunspeet. En slingert die bal in het doelgebied. En dan is het weer Michiel Achterhoek die daar een redding brengt. Zo maakt hij wel een nominatie op man van de wedstrijd. En dan zou je denken, hey, dit is een herhaling. Nee, het is exact dezelfde plek. En weer is het Michiel Achterhoek die bal uit de lucht plukt. En dan is het weer de beurt van SVZ 2. Dan wordt de bal onderbroken. Maar Michiel Wensink pakt die bal weer op. Michael Wensink moet ik zeggen. En hier Oekoes die de bal naar Tom Prumus speelt. Eens kijken wat hij kan doen, Tom Prumus. Karakteristieke bewegingen van Tom Prumus. Wensink neemt dan de bal over. Dan terug naar Oekoes. En die kapt een keer en die schiet dan. En dan is het een bal over. Dan de corner voor Cenk Oekoes. Eens kijken wat hij met deze bal kan doen. Mooi hoog voor de goal. Waar is het keeper Willemsen die bal eruit kan tikken. En dan is het Bartels die dan de bal nog binnen kan houden. Komt die bal voor en dan is het Niels Willemsen die bal er netjes kan uitplukken. Overname van Michael Wensink. Bal naar de zijkant. Wordt de bal voorgegeven. Prima mogelijk. Dat is het hier Mirko Swiers. Mirko Swiers dan schot op goal. Maar die wordt dan geblokt. Zo blijft de stand 0-0. SVZ 2 toch de sterkere en de bovenliggende partijen in het eind van de eerste helft. Nou, dit zijn rolletjes waar de keeper niet zoveel problemen mee heeft. Een gevaarlijke corner van Nunspeet. Kan worden weggewerkt, maar wordt dan ingebracht. Schot op doel. Wordt geblokt. En dan is het volgende scheidsrechter rust. Eens kijken wat ze in de tweede helft kan doen. Tweede helft, dan begint dan gelijk al met Nick de Graaf hier aan de bal. Altijd beroemd om zijn gevaarlijke vrije trappen. Deze ook, maar wordt gemist. Dan is het SVZW. SVZW hier een aanval met Mirko Swiers. Mirko Swiers steunt op naar de achterlijn. Kan dan de bal voorzetten naar Oekoes. Wat hier Ruud Heide. Oh, en de draai maakt hij een fantastisch doelpunt. Nog één keer in de herhaling. Ruud, hij draait om. Denkt niet, schiet gelijk. En dan hangt hij in de touwen. Prachtig doelpunt. Ruud ter Heide. 50 minuten gespeeld. 1-0 voor SVZW. Doelpunt te maken. Ruud ter Heide. Is het Tom Prumus? Want dan is het hek los. Hè? Dan wil SVZW die ruikt bloed, zoals ze dat dan heten. Hier Roekoes. Weer Ruud ter Heide. Hier met Travis. Travis die dan schiet, maar die kan worden gered door de keeper. Keeper Willemsen, maar dan is die bal nog niet weg. Hier Mirko Swiers. Mirko Swiers slingert die bal dan voor de goal. En dan is het Ruud ter Heide. Ja, hij protesteert nog even dat hij wordt tegengewerkt. Maar geen penalty. Dan een vrije trap. Oekoes, die de bal mooi voorbrengt. Wordt allemaal gemist. Bal over, corner. Maar uit die corner kwam niks. Dan is het Nunspeet die op jacht is naar die gelijkmaker.
die nodige gelijkmaker. Wordt hier ingebracht, schot op goal, maar dat is een vangballetje voor Michiel Achterhoek. Helemaal als hij in vorm is. Nunspeet bleef in de aanval en ging op jacht naar die gelijkmaker. Dan hier een prachtige solo, wordt dan even aan het broekzakje getrokken volgens mij, als ik dat goed bekijk. Ik ga dat even in herhaling zien. Is dit een penalty? Ja, wordt licht aangeraakt. Maar scheidsrechter vond het niks en wordt gewoon doorgespeeld. Dan SVZW die langs de kant op stoomt. Hier met Wensink. Balletje terug op Swiers. Dan is weer een goede mogelijkheid door Swiers. En dan een schitterende redding van Niels Willemsen. Prachtige redding. Beide keepers waren goed bezig deze middag. Dan de corner die eruit volgt. Kan dan worden uitgehaald en dan is het de bal over. Dan SVZW opstomend aan de zijkant. Ja, dat is Tom Prumus, dat kun je gewoon zien. En dan is de bal naar voren toe. En dan is het een prachtige mogelijkheid voor Mirko Swiers. Maar krijgt de bal niet onder controle. Dan Nunspeet. Nunspeet gaf niet op. Bleef gewoon doorgaan. Hier weer een schitterende mogelijkheid. En weer is het Michiel Achterhoek die ze dwars ligt. Weer een spetterende redding. En ze gaan door. Hier met de vrije man. Met de vrije man. Doorstomend. En weer een prima redding van Michiel Achterhoek. Toch deze middag de man van de wedstrijd. Hier weer een handje tegen de bal. En zo zit het voor Nunspeet ook absoluut niet mee. De bal kan door Jordi Kampers worden weggewerkt. Nunspeet. Ja, moest en het zou en het sleurde en het trekte. En die wou echt dat hoepert maken. Die 1-1 was wel belangrijk. Maar het is 1-0 gebleven voor SVZW. We zien u graag terug bij de volgende wedstrijd van SVZW TV. Volgende week speelt SVZW de eerste competitiewedstrijd. En let op, dames en heren. Wij beginnen dit seizoen de thuiswedstrijden weer om 3:00 middags.